Volgens mij is het 25 januari. Het is in ieder geval maandag. En we hebben deze week een projectweek. En we gaan een soort workshopweek volgen bij iets waarvoor we ons hebben ingeschreven. En Nikki en ik hebben ons allebei ingeschreven bij een soort workshop of een projectweek. Dat gaat over geur. Geen idee wat ik me er echt bij voor kan stellen, maar het leek me wel erg interessant. We gaan morgen volgens mij ook naar een soort geurlab in Amsterdam. En verder weet ik eigenlijk niks van. We moesten vandaag iets meenemen waarvan jij vindt dat het een lekkere geur heeft. Dus ik heb dit meegenomen. Voor als je niet weet wat het is. Het is Palo Santo hout. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. En ja, in het Nederlands, of wij thuis noemen het vaak heilig goud. En dat kan je dus aansteken en dat reinigt energie. En ik vind het heel erg lekker ruiken altijd. Dus die heb ik mee. En verder. Ik heb net bij de AH Toko voor mij en Nikki twee gembershirtjes gehaald. In mijn allereerste soort van praatvideo. Volgens mij was het ergens oktober of november. Deden we ook twee gembershirtjes in de trein. En ik zat nu in de aanbieding en toen dacht ik. Ik zag jou helemaal niet net. Oh, je mascara met je wel bij je shell, wist je dat? Ja. Cute. Met mijn schoenen. Oh shit. Yes. En met mijn tas. Met mijn tas, oh shit. Doe het wel zo, ja? Als je het zo vies vindt, kan je het wegspoelen met mijn ijskoffie. Ja. Kijk, wij zijn weer vandaag, wat wil ik ook weer zeggen? Same person, different fault. Ja. Allebei zelfde tas. Pantalon. Allebei pantalon. Mijn is wel bruin vandaag, maar was ook zwart. Ja. We hebben wel andere jassen vandaag. We hebben allebei zo'n. Ja, meestal is het erg als ik iets van zes jaar. Ja. Oké, we gaan het doen, ja? Ik zet het hier neer, ja. Dan kan je een slokje nemen als je het vies vindt. Oké. Het is goed voor je weerstand en voor je gezondheid, ja? Ik kan het niet slikken, denk ik. Spicy. Ik heb wel goede slok genomen. Ja, ik nam de slok en toen merkte ik dat het zo erg brandde dat ik het niet kon. Jesus. Oh, wel lekker. Ik vind het echt wel lekker. Ik vond alleen de eerste slok echt niet oké. Okay. En nu wel. Oh. Jij? Nee. Wat doen we? I love you. I used to have my soul on fire. Goeie shot zo. We hebben dus een winterlab dat gaat over geur. En onderzoeken van geur. En het is echt interessant, toch? Mm-hmm. En we moesten helemaal zo'n blinddoek om.
Zo, en dan moesten we aan deze staafjes kijken. En dan moest je opschrijven waar je aan dacht. En Lois had er één die rook naar luis. En ik had er eentje die rook naar baby dwergen. Dus luis. Ja. En dat zit allemaal in dit soort potjes. Alright. Oh my god.